Yo, mijn naam is Elf Kojak. En dit is vlog nummer 29 alweer. Vandaag zijn we in Groningen. In een mooie Groningen. Ik zal pas dat ik die andere mensen ploppen wil. Van het recht. Dus we gaan een mooie dag van maken. Lekker een roen. Ja of niet? Yo. 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 Pasol. Hier heb je niets. Goed. Immer nog Groningen. Hoppa. Immer nog Groningen. We gaan nu even dus richting het centrum. We hebben net even een lekker drankje gedaan. Dus nu gaan we even dus, echt het centrum in. We waren net een beetje buiten het centrum, hè. Dus. We kunnen genieten van de zon. En wat is het hier? Een kuststoep. En wil je nog wat groetjes doen aan familieleden, kijkers? Ik doe de groeten aan iedereen. En ik ga zo meteen lekker een biertje drinken en het is klaar. Gaan we ook nog even naar Tina vanavond even? Ja, we gaan vanavond naar Tina en lekker eten. Ja, ik wil nog eventjes bij deze nog sterkte wensen aan de familieleden van die Ajax-speler. Oh ja, Nori. Ja. Dat is 20 jaar. Ja. Dat is veel te jong. Echt veel te... Veel te jong. Ja. En waarschijnlijk wordt hij niet meer normaal. Ik wens hem veel sterkte. En, ik wens hem ook heel veel sterkte. Hij is Ajaxiet. Dus, komt diep uit mijn hart. Diep respect voor Nori. Ja, ik ben Bayern fan, maar toch, dit gun je niemand. Ja, Ajax en Bayern gaan samen. Dus veel sterkte ook aan alle Ajax, alle Ajax fans. Ja. Dus. Dat vind je top, top. Ja. Dan moet die vrouw erin mossen. Ja, doei. Nee, dat gaat niet gebeuren, hè. Nee. Dat gaat niet gebeuren. Ik ga niet zomaar vreemde mensen filmen, dat kan niet. Zo, we zijn nu weer in het centrum. Oeps, zal het oppassen. En het is hier nogal druk. Ja. Beetje druk. Beetje druk. Druk. En mooi op het terras pakken hier. We gaan een terras pakken. En we moeten nog een keer doen met de Pepper Challenge, hè? Oh ja, vanavond Pepper Challenge. Ja, gaan we dat vanavond doen? Net hoor. Dan redden we dat wel voor Tina. Ah, jawel. Nou ja, anders maak ik, ja, maar komt er wel een andere keer. Anders weer wel in Pepper Challenge bij Tina. Ja. Dat zou wel geniaal zijn. En die neemt ook pepers. Dus zo met Jannie's regelen. Ja, dat gaan we overleggen. Dan gaan we gewoon naar Tina en dan gaan we heten pepers. Nou kijk, anders moeten we maar de Hop Hop Challenge een andere keer doen. Wow. Wat jij? Ja, dat gaan we doen. Ja. En als het niet wil, dan gaan we een andere keer dit doen. Ja. Bijvoorbeeld gaan we FIFA spelen of zo en de verliezer moet 1-1. Als we gelijk spelen, dan allebei 1. Als er een gelijke stand is. Ja. We gaan vanavond eerst bij Atina proberen. Ja. Ik loop hier de eerste de beste die me overrijdt, sluit op zijn bed. Ja of niet? Oh, ben je gewelddadig? Hoe kom je erbij? Nee. Oh, ik ben niet gewelddadig. Nee. We staan gewoon op de bank, maar we staan niet gewelddadig. Ja, we staan gewoon op de bank. Maar ik moet een frikadelletje doen. Ja, ik ga wel een frikadelletje heen. Dan HBJ. En net als met die Harry Potter zijn, dan blies met die poten van die haakbomen af. Ik ben met die poten van die haakbomen af. En wat is dat eigenlijk voor een ding? Kalfsvlees, kroket. Nee, gehaktstaaf. Nee. Gestoken. Speciaalstaaf. Nou, jij eet ze speciaal op. En away als je ze vlees afpakt. Komt er een keer een mail eruit? Komt die mail eruit? Niemand pakt ons eten af. Nee. Nee, eten is heilig. Eten is heilig, volgens mij. Schmeckt dir, du, 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 du
Lekker gegeten. We hebben lekker gegeten. En nu gaan we even gamen. We wouden nog wel pep challenge doen, maar dat is niet volkomen. Maar die komt er sowieso. Maar die pep challenge die komt er. Die komt er. Die komt er sowieso wel. Dus ja. Maar goed, hierbij we ook wel vast de vlog gaan afsluiten. Dus jouw bijnaam is Kojak, hè? Kojak. Want hij heeft ook een YouTube kanaal, maar ik vond hij wel eens een keer wat geüpload. Volgens mij wel. Een keer, hè? Goed, maar dit was Kojak en Elf.
Met vlag nummer 29 en tot de eerste volgende vlag. Peace out. Yo. Yo. Motherfucker.